De desk is weer grondig schoongemaakt. Van harte welkom. Ja, Annemarie, het congres kan niet fysiek doorgaan. Nou ja, voor ons dan wel, maar op hele kleine schaal. Allerlei andere bijeenkomsten mogen niet. Hoe treft nou de coronacrisis de partij, de vereniging? Ja, juist nu in het voorjaar is het altijd heel druk in de vereniging. Afdelingen organiseren allerlei activiteiten. Die kunnen geen van allen doorgaan. En ik vind dat jammer, zeker voor de leden, maar ook voor de vrijwilligers die er al heel veel tijd hadden gestoken in de voorbereiding. Tegelijkertijd zie ik dat we wel heel veel creativiteit hebben in de vereniging. Ik zie dat Den Haag online cafés organiseert, Utrecht online borrels. Onze pre-congres bingo is digitaal georganiseerd door Rotterdam. En onze Europarlementariërs gaan bijvoorbeeld bij afdelingen op bezoek via de videoconference. Dus er gaat van alles door. En ik zie ook dat de vereniging de betrokkenheid bij de maatschappij laat zien. Er zijn diverse afdelingen die kaartjes hebben geschreven voor alle medewerkers in het onderwijs. Waar nu tenslotte een zwaar beroep op wordt gedaan. En daarnaast zie ik bijvoorbeeld dat een afdeling als D66 in Meppel vuurwerkbrillen heeft ingezameld voor het ziekenhuis. Dus er gebeurt stiekem eigenlijk van alles in de vereniging. Wat goed, inderdaad. Al dan niet via schermen, maar soms ook fysiek. Vorig jaar sprak je nog het congres toe met een volle zaal. Ja. Ja. Hoe zag dat eruit? Ja. We leven in een bijzondere tijd. Sommigen zouden zeggen, niet een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. 2020 belooft politiek een interessant jaar te worden. En samen gaan wij er een echt D66 jaar van maken. Dank u wel. Ja, die verandering van tijdperk, dat staat nu in een heel ander licht. Ja, ik geloof niet dat ik toen een voorzienende blik heb gehad. Nee. Ja, het klinkt heel orakelend. Hoe is het voor jou toen, dus dan, voor een zaal vol mensen, nu ja, met mij dan? Ja, nou, ik ben blij dat ik weer de deur uit mag voor D66, want het is de eerste keer in 6 weken tijd. En ik denk dat ik net als velen gewoon het actieve contact met mensen ontzettend mis. Via videoconference gaat gelukkig het meeste door in de vereniging en weten we heel veel toch op een goede manier te doen. Hoe raakt het jou persoonlijk? Wat ik zelf mis is het contact met mensen. Ik probeer zo goed mogelijk de positieve kanten van in te zien. Ik zie het thuisfront vaker. Nou, dat vinden ze ook niet vervelend. En bijvoorbeeld in de buurt neemt wel de saamhorigheid heel erg toe. Onze buurt-appgroep is heel actief. We doen massaal mee aan de berenjacht. Ook droevige momenten, zo is er iemand bij ons in de straat overleden aan corona. Maar wat we dan wel weer doen, is dat we allemaal de vlag half stok hangen. En dat we een erehaag vormen als de stoet van de uitvaart langskomt. En dat geeft toch wel een gevoel van onderlinge verbondenheid. En ja, dat is dan weer het mooie aan deze droevige momenten. Ja, dus je toch inderdaad samen kan beleven, ja. Al is het op een andere schaal. We zitten nu in de intelligente lockdown. Denk jij ook al na over die periode daarna? Jazeker, en ik denk dat velen van ons dat al doen. De vraag, wat betekent dit voor de vereniging bijvoorbeeld? Dan denk ik van ja, er zitten misschien ook wel kansen in. We leren dat we lang niet altijd elkaar fysiek hoeven te zien om toch de zaken door te laten gaan. En natuurlijk snakken we weer naar die fysieke ontmoeting. En tegelijkertijd denk ik dat we deze digitale middelen goed in kunnen blijven zetten. Onze leden hebben, denk ik, als bij geen andere partij behoefte aan het discussiëren met elkaar over de inhoud. En dat kunnen we meer en beter doen als we naast de fysieke ontmoeting ook die digitale instrumenten inzetten. En dat past natuurlijk ook uitstekend bij een partij als D66 om juist die nieuwe instrumenten ook goed te benutten. Ja, wat Wouter Koolmees net ook al aangaf, hè, dat het op een bepaalde manier ook wel weer een vliegwiel is. En de samenleving, hoe zie je dat het de samenleving raakt? Ja, ik denk dat ik net als iedereen ook nadenk van, goh, wat gebeurt er nu eigenlijk? We zien dat de files weg zijn, dat de luchtkwaliteit verbetert, minder CO2 en stikstofuitstoot. We horen dat mensen massaal gaan kijken naar de vogels in de tuin of op het balkon. Dat iedereen in de natuur wil gaan wandelen en dan denk ik van, goh, kunnen we niet altijd doen met misschien iets minder materiële welvaart en iets meer genieten van het immateriële in het leven. Maar er zijn natuurlijk ook mindere zaken. Wouter had het er zojuist al over. Veel mensen die werkloos raken. Culturele sector, horeca, toerisme worden zwaar geraakt. En we moeten op zoek naar oplossingen daarvoor. En wat dat voor de toekomst gaat betekenen is nu nog moeilijk te voorspellen. Maar het zal zeker grote impact gaan hebben. Betekent natuurlijk ook iets voor ons verkiezingsprogramma. En daar zal Aletta Hekker straks iets meer over vertellen. Zeker, Aletta die is zo dadelijk bij ons. In je speech op het najaarscongres haalde je al aan, hè, dat 2020 een spannend jaar gaat worden, ook vol interne democratie. Kun je ons vertellen hoe het staat met de voorbereidingen?
Ja, gelukkig gaan de voorbereidingen voor de interne democratie gewoon door. Zij het soms een beetje in aangepaste vorm. We gaan natuurlijk een lijsttrekker kiezen. Vanaf 20 augustus gaan we daar gewoon voor stemmen. Tussen 3 augustus en 21 september kunnen de leden zich kandideren voor de rest van de lijst als ze interesse hebben. Op onze website d66.nl/tk2021 is ook alle informatie te zien. Dus iedereen die er meer over wil weten, die kan daar terecht. En natuurlijk in het najaar, op een congres, in welke vorm zullen we dan moeten zien, gaan we het hebben over het verkiezingsprogramma en gaan we dat vaststellen. Dus er is dit jaar gewoon het nodige te doen, zij het soms in wat aangepaste vorm. Ja, maar wel degelijk gaat de democratie gewoon door. De interne democratie gaat door en dat is voor onze leden heel belangrijk. Ja. Er zijn ook wisselingen in het bestuur. Ja, zeker. Kan je het over vertellen? Zeker. We hebben 3 bestuursleden wiens termijn afloopt. Dus we hebben interne verkiezingen gehad. Aletta zal straks de uitslag bekendmaken. En ik wil nu graag even stilstaan bij onze 3 bestuursleden die weggaan. Michiel van der Eng, onze penningmeester, wil ik ontzettend bedanken. Michiel, jouw kwaliteiten, jouw neutraliteit, jouw objectiviteit, jouw kennis van zaken en natuurlijk jouw kennis van financiën. Die ga ik in ieder geval ontzettend missen. Jouw stem in het bestuur, jouw geluid was echt een toevoeging. Dan Lia de Ridder, verenigingszaken. Lia heeft echt de professionaliteit van afdelingen, van regio's weer op een hoger plan gebracht. Prettige sfeer in het bestuur bracht je mee. En wat ik ook heel goed vond was om te zien hoeveel jij overal in de vereniging te zien was. Volgens mij is er geen afdelings- of regiovoorzitter die jij in die tijd niet een keer hebt gesproken. En wie ook heel zichtbaar was, Joe Nunnely, onze bestuurslid voor talentontwikkeling en opleiding. Je hebt je ontzettend ingezet om juist die opleidingen op een hoger niveau te trekken. We hebben nu een D66-academie. Dat is zeker een grote verdienste van jou geweest. En ik vind het ook belangrijk dat we niet alleen aandacht hebben voor het opleiden van onze politieke talenten, maar ook het opleiden van alle vrijwilligers in de diverse bestuursfuncties. En ook daar had jij veel aandacht voor. Ik wil jullie alle 3 hartelijk bedanken. Het kan nu niet in levende lijven, maar dat gaan we wel een keer goed maken. Want ik verlang er ontzettend naar om jullie gewoon weer een knuffel te kunnen geven. Nou, en zoals je kan zien hebben ze allemaal een prachtige bos bloemen gekregen. En daar waren ze natuurlijk super blij mee. Het was me een eer en een genoegen om jullie penningmeester te mogen zijn. De kas is goed gevuld en ik wens mijn opvolger toe dat hij erin slaagt om dat zo te houden. D66 loopt voorop in diversiteit en inclusie. Dat is wat ik D66 gun. Dank voor de afgelopen jaren, de samenwerking met het landelijk bureau, landelijk bestuur en vooral met alle leden. Dank voor dit mooie cadeau. Ik wens jullie een hele mooie dag en we gaan elkaar weer ontmoeten. Dank jullie wel. Het zijn prachtige bloemen, dank je wel. Maar D66 is toch ons aller inzet waard? Ik heb het in ieder geval met liefde gedaan. Dank je wel. Mooi om ze zo te zien en fijn dat jij ze ook in het zonnetje hebt gezet met een persoonlijk woord. En hopelijk binnenkort een keer ook fysiek een knuffel. Dankjewel Annemarie voor jouw bijdrage.